PLC's. Wat zijn PLC's? Waarvoor dienen ze? Hoe moeten we ze programmeren? Hoe moeten we ze aansturen? Aan de hand van een simulator die gaan we deze Siemens logo gaan programmeren in eenvoudige stappen. Dat zien we in de volgende filmpjes. Ziezo, de bedoeling van deze reeks video's is om jullie wegwijs te maken in het programmeren van de Siemens logo, de PLC van Siemens. Om dit makkelijk toonbaar te maken, die heb ik een simulator gemaakt. Thomas, wil je even met de simulator komen? Zo, ik stel u voor mijn assistent, Thomas. Thomas is hier met de simulator. Aan de hand van deze simulator die gaan wij dus al oefeningen maken. Ja, dag meneer Schoenbaert. Goed. Hier is de simulator. Ja, dankjewel Thomas. Die we in elkaar hebben gestoken. Goed, dat is het. Dankjewel. Tot ziens. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Goed. Dus dit is de simulator waar ik al over sprak. Een simulator die ik vlug in elkaar gebokst heb. Om heel eenvoudig de in- en de uitgangen toonbaar te maken, het programma te kunnen overlopen en dan aan de hand van onze simulator kijken of ons programma juist is. Ik hoop dat u aan de volgende video's iets heeft. Zijn er bepaalde oefeningen waar je niet aan uitgeraakt? Stuur mij een mailtje en dan, of stuur mij een berichtje en dan bekijk ik of ik samen met jullie het programma eventjes vlug in elkaar kan boksen aan de hand van deze simulator. Veel plezier met de volgende filmpjes. Voor we aan de eigenlijke schakelingen beginnen, gaan we eerst eens kijken wat is een PLC. PLC staat voor Programmable Logic Controller. Vertaald betekent dit dus programmeerbare logische controller. Een PLC is eigenlijk een soort microcomputer waar je logische functies met elkaar kan verbinden om zo via een aantal ingangen een aantal uitgangen te sturen. Een schakeling opgebouwd met deze logische functies kun je oftewel op de PC zelf programmeren, oftewel via een PC en een softwarepakket. De PC die we hier gaan gebruiken is er eentje van Siemens, namelijk de logo. Het aanbod in de logoreeks is zeer uitgebreid. We hebben bijvoorbeeld de basismodule met of zonder display. We hebben de uitbreidingsmodules, zijn de digitale of analoge modules. We hebben voedingen, we hebben communicatiemodules, we hebben displaymodules en natuurlijk ook de verschillende softwarepakketten om te programmeren via PC of zelfs via internet. Wil je meer te weten komen over al deze modules, dan doe je dat best op de site van Siemens zelf, namelijk www.new.siemens.com. In de eerste reeks video's die maken we gebruik van de basismodule met display, bestaande uit 8 ingangen en 4 uitgangen. De schakelingen die gaan we programmeren op de PLC zelf, op de logo zelf. Wat zijn nu logische functies? Voor we een schakeling kunnen opbouwen met logische functies, moeten we natuurlijk eerst weten wat een logische functie is en hoe een bepaalde schakeling omzetten naar deze logische functies. In deze video bespreken we enkele basisfuncties en hoe zich dit vertaalt in een elektrisch schema en natuurlijk ook omgekeerd. De meest gebruikte schakelingen die we zullen zien zijn het parallel en serie schakelen van contacten en ook natuurlijk de combinaties hiermee. We bekijken eerst deze basisschakelingen nog eens voor we verder gaan. Wanneer we meerdere contacten parallel plaatsen, is het voldoende dat één contact sluit om een gesloten circuit te verkrijgen en het relais of de lamp of whatever te laten aantrekken. Deze eerste schakeling kunnen we vervangen door een OF-functie. Dikwijls wordt de Engelse term OR gebruikt. Inderdaad, we kunnen zeggen om het relais aan te trekken, sluiten we contact 1 of contact 2 of contact 3 of contact 4. We kunnen dit in een logische formule schrijven waarin Q de uitgang is en I1 is ingang 1, I2 ingang 2, I3 ingang 3 en I4 ingang 4. Q is dan gelijk aan I1 plus I2 plus I3 plus I4
of in een tabel. En dan ziet deze logische of functie er zo uit. Voor elk contact hebben we twee mogelijke toestanden. Oftewel is hij open, oftewel is hij gesloten. Een open status krijgt de logische 0 als waarde en een gesloten status een logische 1. Hetzelfde geldt voor de uitgang. Een niet geactiveerde uitgang krijgt de logische 0 als waarde en een geactiveerde uitgang krijgt een logische 1 als waarde. We zien dus dat Q 1 wordt van zodra er 1 ingang 1 wordt. We kunnen nogmaals naar de formule kijken. Q wordt dus actief, of logisch de waarde 1, vanaf dat er één van de contacten de logische waarde 1 krijgt, of gesloten wordt. We sluiten als voorbeeld contact 3. Q, de uitgang, wordt dan 0 plus 0 plus 1 plus 0, dus Q is 1. In onze PLC wordt een dergelijke logische functie voorgesteld als een rechthoekje met een groter dan 1 teken. 4 ingangen en een uitgang Q genoemd. En de benaming OR staat dan ook onder dit blokje. Hetzelfde kunnen we nu doen voor een serieschakeling van contacten. Bij deze schakeling moeten alle contacten gesloten zijn vooraleer het relais zal aangetrokken worden. We noemen dit een AND-functie of de Engelse term AND. Contact 1 en contact 2 en contact 3 en contact 4 moeten gesloten zijn om het relais aan te trekken. De formule voor de logische functie is hier Q is gelijk aan I1 maal I2 maal I3 maal I4. We kunnen hier de waarden 1 of 0 terug invullen en we zien direct als er slechts één contact niet gesloten is, dat de uitgang Q nooit de logische status 1 kan krijgen. We kunnen dit ook in een tabel uitschrijven. We zien dus dat de Q, de uitgang, enkel actief is wanneer alle ingangen gesloten zijn. In onze PLC wordt een dergelijke logische functie voorgesteld als een rechthoekje met een N-teken erin. Terug 4 ingangen en een 1 uitgang Q genoemd. Een andere functie is een inverterfunctie. Een inverter gaat de status van een contact omkeren. Een normaal open contact wordt dan normaal gesloten contact en omgekeerd. Stel dat je in een schakeling een normaal gesloten contact nodig hebt, maar je beschikt enkel over normaal open contacten. Dan kun je via een inverterfunctie de functie van de schakeling inverteren, omkeren. Het symbool dat hier in de logo gebruikt wordt is een rechthoekje met één ingang en één uitgang. Daar staat een klein bolletje bij. Dat betekent dat er een inversie is, een omkering. Later zien we nog een andere manier om een ingang te inverteren. Een laatste logische functie die we hier gaan bekijken omschrijft een wisselschakeling. De uitgang Q is actief als beide ingangen dezelfde status hebben. Het symbool hiervoor is een rechthoekje met een is gelijk aan 1 teken, 2 ingangen en 1 uitgang. Men noemt dit een exclusieve OF-functie. In het Engels is dit dan een exclusieve OR- of XOR-functie. Ziezo, hier kunnen we al heel wat schakelingen mee opbouwen. Even herhalen. Een AND-functie of AND, alle schakelaars moeten gesloten zijn om de uitgang te activeren. De OF-functie of OR, slechts één schakelaar moet gesloten zijn om de uitgang te activeren. De XOF of XOR is een wisselschakeling waarbij enkel bij gelijke schakelstand de uitgang actief is. Dus zowel bij twee gesloten schakelaars als twee open schakelaars. En tenslotte de inverter die de schakelstand omkeert. Een normaal open contact wordt een normaal gesloten contact en omgekeerd. Voor we met onze simulator beginnen werken, moeten we eerst eens kijken hoe we onze PLC moeten aansluiten. Vergeet echter niet dat er verschillende basismodules bestaan. Let dus goed op dat je de juiste spanning aansluit op de logo. Normaal gezien werken we hier op school enkel met de 230 volt AC versie. Maar vergeet niet dat er eveneens logomodules bestaan die op 12 of 24 volt AC-DC
werken. Dus voor je begint aan te sluiten, kijk dit eerst goed na. Een verkeerde spanning aansluiten kan tot beschadiging leiden van je logomodule. Ook de uitgangen kunnen verschillen. Normaal gezien zijn de uitgangen op onze modules voorzien van relais-uitgangen. Maar transistoruitgangen bestaan eveneens. Welke aansluitingen zijn nu voor ons belangrijk? Eerst en vooral de voedingsspanning. Deze sluiten we aan op de klemmen N en L1. Voor de aarding is er aan de onderkant eveneens een aansluiting voorzien. De ingangen I1 tot en met I8 worden via een drukknop of een schakelaar of een sensor verbonden met L1. De vier uitgangen zijn vier normaal open contacten die in ons geval elk maximum 10 ampère kunnen schakelen. In de code 230RCE verwijst er naar de relais-uitgangen. Onderaan vinden we de netwerkaansluiting terug. Via deze aansluiting kan de module met de laptop of een pc worden geprogrammeerd. Het bedieningspaneel, LCD-scherm en tenslotte de mogelijkheid om een microSD-kaartje in de module te plaatsen. Hoe ziet dit er nu schematisch uit? Wel, eerst sluiten we de netspanning aan op de klemmen L1 en N. Vervolgens de 8 normaal open contacten of normaal gesloten contacten of sensoren. En tenslotte worden de verbruikers aangesloten. Dit kunnen relais zijn, lampen, contactoren enzovoort. Ziezo, nu zijn we klaar om aan het eigenlijke programmeerwerk te beginnen.